Wat bent u aan het doen? Ja, ik ben het stadsklimaat aan het meten. Ik kijk waar de warme plekken zitten, waar nog wat koelte te vinden is. En hoeveel zonlicht er binnenkomt, waar het veel waait, waar het weinig waait. We zijn nu op de Dam, hoe is het hier? Erg warm al, ja. Je ziet het, er komt nu op dit tijdstip wel heel veel zonlicht naar binnen. Donkere oppervlakken, absorbeert veel zonlicht. Het warmt gewoon op. En dus... het koelt hier ook niet af? Nee. Klimaatverandering treft steden harder dan het platteland. In de grootste steden ter wereld kan de temperatuur met wel 8 graden stijgen. En dat zorgt voor grote economische schade. Uit onze berekeningen blijkt dat de totale schade van die opwarming kan oplopen tot 5% van het inkomen wat in die steden wordt verdiend op het einde van deze eeuw. Dat is gigantisch. Dat is een groot bedrag inderdaad. Hoe groter de stad, hoe groter de stijging en dus hoe meer schade. Miljoenen steden als New York, Chicago en Shanghai worden het hardst getroffen. Als het warmer is, dat de arbeidsproductiviteit van mensen dan afneemt. Maar ook door een toename van energieverbruik, bijvoorbeeld door koelinstallaties zoals airco's. En ook negatieve gezondheidseffecten die hitte met zich mee kunnen brengen. Leidt die extreme warmte in de stad ook tot meer sterfgevallen? In 2003 bijvoorbeeld in Parijs, veel ouderen in bovenwoningen met platte daken. Die platte daken, bitumen daken, zwart, worden heel erg warm in de zon. Daar vielen de meeste slachtoffers. En het gaat om duizenden aantallen dan. Voor heel Europa, tienduizenden zelfs. Het probleem van stedelijke opwarming zal meer en meer mensen treffen. In 2050 woont naar verwachting 66% van de wereldbevolking in de stad. Toch is stadskoeling op veel plaatsen nog geen prioriteit. Ook niet in Amsterdam. De eerste urgentie is dat in het veranderende klimaat de buien veel intensiever worden. Dus je ziet deze verharde oppervlakken, die laten ook geen water door. Dus je krijgt heel gauw wateroverlast. En daar zijn ze nu heel hard op aan het inzetten. Ook een onderdeel van klimaatmaatregelen. Maar ook, er wordt ook al nagedacht dus over hoe we nou die stad toch wat koeler kunnen houden. We lopen nu op een daktuin. Dat is een trend die je steeds vaker ziet. Een daktuin als deze kan helpen om de hitte in de stad te reduceren. Daarnaast zijn er ook andere voordelen van zo'n daktuin. Zo kan die bijvoorbeeld water vasthouden tijdens extreme regenbuien. En op die manier wateroverlast in de stad beperken. En als we nou heel Amsterdam en al die andere steden, als we er allemaal daktuinen aanleggen, is het probleem dan opgelost? Nou, niet op alle daken kunnen daktuinen worden aangelegd. Maar als je het grootschalig zou inzetten, dan kan het zeker wel helpen. Een nog betere optie, het reflecteren van de warmte. In Zuid-Europa weten ze al lang hoe je het hoofd koel houdt. In New York hebben ze deze oplossing ook ontdekt. Deze vrijwilligers van het White Roof Project verven in de hele stad de daken wit. Het is natuurlijk jammer om zo'n heel mooi paleis in één keer wit te gaan schilderen. Daar zou ik geen voorstander van zijn. Maar ik zie nog heel weinig witte daken hier. Ik ook, ja. Ik heb eens op Google zitten rondscrollen door Nederland. En dan vind ik op enkele plekken al industrieterreinen waar die platte daken helemaal wit zijn gemaakt. En dat is natuurlijk ook een hele win-win situatie, want... dat bedrijf hoeft dan heel weinig meer aan koeling te doen in feite. Want het dak warmt nauwelijks meer op. We hebben in ons onderzoek ook gekeken naar de kosten van zulke maatregelen. En hoeveel baten het oplevert in termen van schade die je vermijdt. Nou, wat we hebben gevonden is dat het een rendabele investering is om zulke soort maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld voor asfalt zijn er lichtere varianten te vinden die nauwelijks duurder zijn. Maar doordat ze lichter zijn absorberen ze dus dat minder zonlicht en worden ze dus niet zo heet meer. En de slijtage van het asfalt neemt ook af. Dus in feite is het minder onderhoud op de lange termijn. En het wordt veel minder heet. Dus de stad blijft er ook koeler van. Oh.